Hoi, ik ben Stijn en vandaag wil ik graag jullie een kijkje geven in mijn keuken. En ik ben componist en ik maak veel muziek voor verschillende projecten. En ik wil graag een paar dingen laten zien van verschillende projecten waar ik zelf heel tevreden mee was. En wat uitleggen over hoe ik met muziek en met geluid bezig ben. Als componist probeer ik altijd alternatieve vormen van geluid te vinden. Want als je eerlijk bent, je hebt maar een beperkt aantal hoeveelheid noten en een hele hoop combinaties zijn al gemaakt door allerlei hele briljante mensen. Dus waar je tegenwoordig heel veel mee kan, is met allerlei vreemde geluiden. Als je kijkt naar hoeveel geluiden deze synthesizer alleen al in zich heeft, dat is echt bijzonder. En bijvoorbeeld voor een korte film, voor een 48 Hours filmproject, heb ik geprobeerd om een gitaarversterker over de klank van een klein strijkersensembletje te gooien. En dat klinkt normaal gesproken, klinkt dat zo. Iets in die richting. En als ik dan mijn pedaaltje indruk, hier zo, dan komt er een gitaarversterker overheen, wat distortion, en dan krijg je een heel ander soort klank, een heel vervreemdende klank. Het tweede wat ik als componist altijd probeer te doen, is het zoeken naar nieuwe instrumenten of nieuwe klanken. Omdat je als moderne componist doe je vaak een hoop dingen van achter je laptop of van achter je keyboard. En dan zit je met veel elektronische geluiden. Dus ik probeer dan vaak iets organisch toe te voegen. En bijvoorbeeld in de vorm van dit speeldoosje hier. Ik ben zo erg fan van het geluid van een speeldoosje en ik heb op verschillende films heb ik hem al gebruikt. En wat ik dan doe is, ik bedenk dan eerst een melodie op mijn keyboard. En vervolgens druk ik die uit door allemaal gaatjes uit te drukken. Hier zo, in zo'n strook. En als het dan af is, dan klinkt het bijvoorbeeld zo. Ten slotte zou ik graag een korte film willen laten zien waarvan ik denk dat mijn muziek goed gelukt is en dat ik die goed aansluit op het verhaal. Ik heb daar geprobeerd heel verhalen te schrijven. Het gaat over een man die zijn geheugen verliest. En op het begin is hij aan het zoeken naar een herinnering om aan de hand daarvan iets te kunnen gebruiken. En hij zoekt de naam van zijn vrouw. En ik heb dus geprobeerd om elke keer als hij niet de verkeerde dingen vindt of niet helemaal weet waar hij naartoe moet, hele dissonante klanken te gebruiken. Zoals echt gewoon vrij heftig dissonante klanken. En op het moment dat hij dan de stukjes bij elkaar begint te krijgen, die dan uiteindelijk tot de naam van zijn vrouw leiden, dan komt er een beetje een nostalgisch muziekje uit.
Maar bijvoorbeeld zo'n akkoord als dat middelste akkoord van dit stukje, dat heeft iets heel erg nostalgisch. En dat vond ik passen, omdat hij probeert natuurlijk uit stukjes uit zijn verleden, probeert hij erachter te komen wat hij nou eigenlijk wil zeggen. Want dit akkoord heeft namelijk iets treurigs. En ook iets positiefs erin. En dan krijg je een akkoord wat een beetje terugvalt. Wat een idee zeg. Ik doe ze nooit meer aan. Wat denk je? Het dansen. Deze? Hoe kom je erop? Of toch een... Wat een ramp. Liever die rockstar. En heb je Ben gezien? Maar... Wat een kluns. Ja. Oh, ik had echt medelijden met Jolande. Even door, joh. We zitten toch vooral. Wat doe je nou? Wil je met me trouwen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Sarah. Wat is er, lieverd? Mag ik de... Nou, ik hoop dat jullie wat geleerd hebben van deze video en een beetje een beeld hebben gekregen van wat ik zoal doe. Meer video's van mij, meer muziek van mij kun je vinden op mijn YouTube-kanaal en op mijn Facebook-pagina. De linkjes daarvan staan onder deze video. En bedankt voor het kijken.